Hij maakte indruk. De trailer die op de E3 in juni werd getoond van de exclusieve Xbox One titel Rise, Son of Rome. De Romein Marius was er in een stevig gevecht verwikkeld en vooral de graphics waren verbluffend. Nu is het nog maar de vraag of het eindresultaat net zo indrukwekkend is als de trailer. Ambush! Clear the bridge! The Emperor and Commodus have made enemies. So many enemies. De verwachtingen voor Rise Son of Rome zijn hoog gespannen. Als de Xbox One straks in Nederland uit is, of je hem toch besluit te importeren, is hij dan de moeite waard. Deze third-person actie-avonturen game weet in ieder geval indruk achter te laten als het gaat om de graphics. Het begint al met een indrukwekkende cutscene, waarin een paleis wordt aangevallen. Het plafond stort in stukken naar beneden en de steen dat de grond raakt laat een wolk van fijne stofdeeltjes achter. Barbaren willen een Romeins paleis overnemen en doen dat niet bepaald met een zachte hand. Vooral zetten deze wilde mannen graag vuur in om de Romeinen een kopje kleiner te maken en dat is een feest voor het oog. De kleine vonkjes die uit het vuur ontsnappen worden prachtig weergegeven, evenals het warme licht dat op de paniekere gezichten schijnt. Kortom, Rise Son of Rome begint goed. Je zit er meteen in, want jij bent Marius Titus, een Romeinse generaal die stevig aan de bak moet. Zelf ben je vooral bezig met het schieten van pijlen, duwen en slaan met je zwaard. Maar ook moet je af en toe iets naar je manschappen roepen. Niet dat die als een stelletje ongeleide projectielen rondlopen, want af en toe kunnen ze handige dingen doen op commando, zoals bijvoorbeeld mensen bevrijden of met grote wapens schieten. De commando's geef je zodra je de desbetreffende woord of zin in beeld ziet staan. Je zegt dit vervolgens hardop en Kinect vangt ze op. Alleen op het moment dat het gevecht opleidt, dan lijkt er zoveel herrie uit de boksen te komen dat Kinect jou er niet meer overheen hoort schreeuwen. Dat is wel jammer, maar gelukkig heeft ontwikkelaar Crytek ingebouwd dat ook het drukken van de linker trigger volstaat. En dat is mooi meegenomen, want het spel is best pittig. Er wordt in de beginfases keurig uitgelegd hoe het werkt, maar vervolgens doet de gamer ook alles aan om je tegen te werken. Zo leer je eerst hoe je het beste eerst iemands schild kunt wegduwen om vervolgens toe te slaan. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan rennen er alweer vijanden op je af om je mes in de rug te steken. Je hebt dan dus helemaal geen tijd voor die goed bedoelde pasjes. Toch moet je jezelf dwingen om die pasjes wel te maken, want hack en slash werkt hier niet. Je moet geduld hebben en zorgen dat je op het juiste moment de goede knoppen indrukt. Timing is essentieel, maar toch is het vechtsysteem bloedirritant. Je krijgt bijna geen tijd om je vijand de baas te blijven, puur omdat ze met z'n vieren tegelijk op je afkomen. De fijnste momenten zijn wanneer er een doodshoofdje boven je vijand verschijnt, want op dat moment kun je de rechte trigger indrukken. Er volgt dan een soort slow motion gevecht waarin je snel de knop in moet drukken die wordt aangegeven met een bepaalde kleur. Op zich niet heel spectaculair, maar wat er op het beeld gebeurt wel. Marius heeft namelijk een flink repertoire aan akelige moordmanieren en die spreidt hij mits je de goede knop indrukt op dat moment ten toon. Crytek komt hiermee de belofte van de E3 na. Rise biedt je een toffe verhaallijn waar je een hele werkdag mee zoet bent en ook uitmuntend de graphics heeft. Het is alleen jammer dat de gameplay repetitief is en vele facetten aan deze game net zo ouderwets zijn als de Romeinen zelf. If Rome falls, then our world will descend into darkness. I will never let that happen. Fight for your father. Fight for your legion. Fight for Rome.